Mevrouw Biesling, ik mis een paar stukken in het dossier dat u me gisteren gaf. Oh? Sorry, ik kijk even. Oh, de verdenking valt nu ook al op mij. Marjolein heeft u vast ingelicht. IJsselmeer, Oase, La Digue. Vind jij het netjes om achter de rug van je baas om een fusiepartner te zoeken? Tazelaar had gezegd dat hij de zaak binnen enkele jaren kwijt wilde. Volgens mij wilde meneer Tazelaar aan jou kwijt. Mevrouw Biesling, waarom hebt u ons niet verteld dat u een nichtje bent van Gijs Jaspers? Is dat belangrijk? Hoe vond u het dat uw oom de rechtszaak tegen Tazelaar uiteindelijk verloor? Tja, hij had oog ingezet, hè? Ja, ik lees hier dat u in het eerste proces tegen uw oom hebt getuigd. Ja? Vond u het achteraf niet vervelend? Ik heb gewoon de waarheid verteld. Terwijl toevallig juist uw verklaring in het dossier ontbrak. Precies wat u zegt. Zuiver toeval. Je vertelde dat meneer Tazelaar belde dat hij niet meer langs zou komen. Deed hij dat vanaf het adres waar hij die bespreking had? Ik weet niet, hij heeft een portable. Ik nam een telefoontje aan. Wat voor portable? Zo'n nieuwe, met zo'n venstertje. Waar je nummers en boodschappen ziet. Kan ik zelf uitmaken of ik wil reageren of niet? Zei hij. Die hebben wij niet gevonden op het plaatsdelict, hè? Nee. Bel jij de technische recherche even, of zeg? Nee, die zijn natuurlijk al naar huis. Nou ja, dan moet het morgenochtend maar. Hebt u iets aan die telefoon? Nou, er zit een geheugen in, dan kunnen wij misschien nagaan door wie meneer Tazelaar het laatst is gebeld. U denkt dat de dader Tazelaar heeft gebeld en naar het schip heeft gelokt? Kan, hoeft niet. Maar ja, ons werk bestaat nu eenmaal uit het beste leven van mogelijkheden. Hadden ze het beschikbaar dat u alibi is gecheckt? Ik heb nog een feestje, moet dat? Ja, dat moet.